Goedemiddag. De afgelopen weken heb ik mij opnieuw opgesloten om me voor te bereiden voor deze finale. In de voorronde heb ik al verteld dat ik gefascineerd ben door de nauwkeurigheid die komt bij het branden van koffie. Ik heb toen in de voorronde twee dezelfde koffies meegenomen en op verschillende manieren gebrand. Maar wat nog veel nauwkeuriger komt, is het branden van twee dezelfde koffies op precies dezelfde manier. En dat is mij gelukt voor deze finale. Eén cappuccino, één koffie gebruik ik voor mijn cappuccino, één voor mijn espresso en signature. En beide koffies hebben allebei een achteron van 53,9. Wat een kleurbepaling is voor gebrande koffie. De roast developing time verschilt slechts enkele seconden. Wat is dan wel het verschil tussen deze twee koffies? Dat zit hem in het feit dat de duur van waarin de groene koffie opgeslagen heeft gezeten in zijn gedroogde bes in het land van herkomst. De bonen die ik ga gebruiken voor mijn cappuccino branding, die hebben 35 dagen langer in zijn gedroogde bes gezeten voordat ze gebrand werden, voordat ze hier naartoe kwamen. Wat dit doet met de smaak in mijn cappuccino, daar ga ik jullie zoiets meer over vertellen. Voor jullie liggen mijn menukaarten met de smaakomschrijving en meer informatie, specificaties. De zilveren potjes zijn bedoeld voor uw gebruikte lepels. Ik kom de eerste cappuccino zo bij u brengen. Ik ben al die tijd op zoek geweest naar een hele bijzondere koffie. En dat is precies wat ik gevonden heb in deze ongewassen Sidamo uit Ethiopië. Doordat de bonen langer in zijn bes hebben gezeten en de combinatie met melk, proeft u een romige melkchocolade en de hinten van framboos. Graag wil ik alvast van de gelegenheid gebruik maken om u iets meer te vertellen over de espresso die ik hierna ga serveren. Deze espresso is namelijk de uiteindelijke reden dat ik vandaag deze koffie serveer. De bonen voor mijn espresso branding hebben korter in de gedroogde bes opgeslagen gelegen. En daardoor komt de frisheid en de aciditeit veel beter naar voren. Mijn espresso heeft daarnaast een medium tot volle body. Hij is romig, u proeft een kruidigheid, de aciditeit van rood fruit en is daarnaast bijzonder clean voor een ongewassen koffie. De kleur van de crema is die van bruine hazelnoot. Maak deze molen van mijn espresso en signature.
zoals ik al zei. Een espresso met een medium tot volle body. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Kruidigheid, de aciditeit van rood fruit. En daarnaast is deze koffie bijzonder clean voor een ongewassen koffie. Ik ga vandaag voor jullie een koude signature maken. En daarin gebruik ik ingrediënten die mijn koffie op een subtiele manier complementeren. Allereerst voeg ik een schilletje toe van limoen om de frisheid van mijn espresso alvast in het aroma te benadrukken. Daarnaast heb ik een reductie en een coulis gemaakt. De reductie is van een 100% biologisch cola en citroentijm. En dan denkt u, wat een rare combinatie met koffie. Maar deze benadrukken juist de kruidigheid in mijn espresso. De coulis is van framboos. En deze accentueert op een subtiele manier de aciditeit van mijn koffie. Ik voeg van deze ingrediënten een bepaalde hoeveelheid toe aan deze spuit. En dan vraag ik u om deze zelf toe te voegen aan het glas. Alsjeblieft. Dank u. Daarna zal ik de espresso in uw glas schenken. Alsjeblieft. Waarna ik u vraag om goed te walsen met het glas, zodat de koffie zich met de ingrediënten kan vermengen. In de geur treft u meteen limoen, framboos en natuurlijk de geur van koffie aan. In uw mond gaan alle smaken heen en weer. Dan pakt u weer de limoen, dan weer de framboos, alsjeblieft. En natuurlijk ook de koffie. Alsjeblieft. Wacht nog even met het drinken van mijn signature. U mag wel walsen, maar wacht nog even met het drinken. De drank heeft namelijk de tijd nodig om goed af te koelen, waardoor de smaken beter naar boven komen. Dank u. Alsjeblieft. Gaat uw gang. Dank u wel. Oké,
hoop aandacht zo naar je toe. Je hebt ook alleen al een hoop mensen van Lepkof meegenomen. Lepkof, laat je horen. Dat is natuurlijk altijd leuk, maar er waren een hoop ogen op je gericht. Had je daar last van? Ik vind het wel leuk dat er zoveel mensen komen kijken. Nou ja, volgens mij ging het wel goed. En ik ga ervan uit dat de smaken ook goed waren. Daar gaan we wel vanuit. En dan, hou ik hier een goed gevoel over, denk ik. Je merkte wel wat meer zenuwen dan bij de voorronde. Ja. Dus daar is natuurlijk net even wat meer op je gemak. Hier gaat het er echt om. Ja. Je hebt er ontzettend hard voor gewerkt. Inderdaad, Jacob eerst geholpen. Nou, daar heb je ontzettend veel van geleerd. En daarna naar je eigen wedstrijd toe. Je hebt wat kleine veranderingen gemaakt ten opzichte van je voorronde. Wat is daar de reden toe? Dan heb je het vooral over de branding van de koffies. Ja, ik kwam er eigenlijk achter, we hadden 3 brandingen gemaakt van dezelfde koffie. En waar ik mij in eerste instantie een klein beetje vast wilde houden aan wat ik had gedaan in de voorronde, ja, beseften we ons dat we goud in de handen hadden. Want we hadden gewoon 2 koffies gebrand, op precies dezelfde manier. En daar zat een heel mooi verschil in. Dat was het opslaan van die koffie in de gedroogde bessen. Ja, mooier verhaal dan dat konden we er niet van maken. Dus... Dan moest je ook je verhaal weer aanpassen. Dus eigenlijk opnieuw dat ook weer gaan oefenen. Mm-hmm. Wat heb je nu in je voorbereidingen even anders gedaan dan met de voorbereidingen naar de voorrondes toe? Zijn er nog dingen waar je extra op bent gaan letten? Ja, natuurlijk zijn er wat kleine puntjes geweest van de jury na aanleiding van de voorronde. En daar hebben we naar gekeken. En ja, vooral heb ik vertrouwen in mezelf. Dus heb ik ook vooral gedaan waar ik mezelf goed bij voel. En dan sta je hier ook het lekkerst, denk ik. Nou, je signature was al met hoogogen naar gekeken op de voorronde. Erg leuk detail met de spuitjes. Mm-hmm. Hoe ben je daar zo op gekomen? Het is een mooie manier om te doseren. Want als je elke koffie, elke drank hetzelfde wil laten smaken, is het belangrijk dat je de juiste dosering gebruikt. En met deze spuitjes kan dat op een 0,1 milliliter nauwkeurig. Ja, supermooie presentatie. Ik denk dat iedereen er ook erg van heeft genoten. Is er nog iets dat je kwijt wilt? Dit is nog even jouw moment op het podium. In ieder geval alle mensen die hier voor mij zijn en naar mij komen kijken. Dankjewel.